Morgen iedereen. Is iedereen weer klaar voor? Even kijken hoor, of ik Roel kan vinden. Ja, Roel is daar. Staat ik promoten op panelist. Ik zie Arie, Dick, Jean-Pierre. En Peter, Suzanne. In ieder geval de groetjes vanuit Polen. Vanuit Krakau. Ik vlieg zo naar Brussels. Brussels Airport. En dan ga ik morgen een presentatie doen in Gent. Dus volle bak morgen ook online te volgen trouwens. Dus hartstikke mooi. Goedemorgen. Goedemorgen, Roel. Hij doet het, kijk aan. Hij doet het, ja. Dus je kunt ook alvast kijken. Nou, de soundcheck doet het. Wie van jullie is bij Crypto Event aanwezig? Bij VFB Event. Voor de liefhebbers natuurlijk. Dat is morgenavond. Ik zie er echt naar uit. Word ik opgenomen, denk ik. De deelnemers die betalen €5 of €7,5 voor niet-leden, €5 voor leden. Trefpunt Gent. Hoe succesvol en verantwoord investeren in de cryptomarkt? Het is wel een uitdaging natuurlijk, waar ik onder druk staat. Maar goed, ik zit ook voor lange termijn in. En ik zie nog steeds wel heel veel positieve aanknopingspunten voor crypto's. Dus dat komt helemaal in orde. En misschien kun je ook iets vertellen, Roel, vandaag over communicatoren. Want dat is jouw insteek natuurlijk. Ja. Ik zal voor de liefhebbers de link van morgen even inzetten. Want ik moet zo naar de airport. Dan laat ik jou zo gaan. En dus bij deze alvast van harte welkom iedereen. Ik zal even het share screen stoppen. En dan mag jij ook het scherm delen. Dus, ja, dat zal ik doen. Kan ik even alles inrichten zoals ik dat graag wil hebben. Even zien. Begin ik altijd eventjes hiermee. Grafiekje. Even kijken. Ja, zo. Ik zie je grafiek. Dus wat je mag doen, de opname die is gestart, de recording loopt. En dan ga ik zo mijn koffer verder inpakken. En dan wens ik je heel veel succes, Raoul. En deelnemers, heel veel plezier. Ik luister wel op de achtergrond even mee. En mocht dat zijn, dan hoor ik het graag. En heel veel succes, iedereen. Veel plezier en take it away. The floor is yours, Raoul. Dankjewel, Jarrober, dankjewel. Ik zal mijn scherm maar even een beetje indelen. Nou, ik begin al eventjes met een grafiek van de S&P 500. Een hele brede index. En afgelopen week was weer niet zo geweldig. Ja, het is nu hoe je het bekijkt. Als je short zit is het misschien beter. Maar we zien de algehele omstandigheden verslechteren. Ik kan me herinneren dat ik in deze fase, dat was dus eind maart, begin april, dat ik zei, ik begin wat optimistisch te worden, dat je weer groene vinkjes gaat zetten. Ja, de korte termijn, de 20-daags voortschrijdend gemiddelde kwam behoorlijk omhoog. Dat is die gele. En hij kwam boven de 200. Hij was hier al boven de 50 gekruist, dus dat is allemaal positief. Goed, die terugval hier, dat was op zich geen probleem, maar het ging door. En we zien dat al die moving averages weer omkeren. En ze liggen weer, zeg maar, gestapeld. Maar de snelste is onderaan. Dan de 20, dan de 50, dan de 200. En zelfs de 200 zie je nu al een klein beetje dalen. Dus dat stemt bearish, zou je kunnen zeggen. De algehele conditie. Nou goed, het zijn natuurlijk allemaal lagging indicators. Dat is ook waar we dit webinar over gaan hebben. Indicatoren. Eens even kijken. Zo. Even een beetje aanpassen. Zo. Welkom allen. Dit webinar wordt ongeveer één keer per maand herhaald. Technische indicatoren. Telkens zal ik naar een paar andere indicatoren kijken. En jullie mogen dat ook zelf aandragen. Als je denkt, ik wil meer weten over die indicator, of gewoon ter discussie brengen, dat je ook je eigen ervaring inbrengt. Zodat we het interactief houden, dat maakt het alleen maar leuker voor iedereen. Als je vragen hebt, stel ze gelijk in de chat. Dat kan heel makkelijk. Zet dan eventjes in dat deel waar je typt, daar staat to. En selecteer dan to everyone.
Dan kan iedereen meelezen wat je vraagt. En dan als ik een reactie geef, dan snapt ook iedereen waar die reactie betrekking op heeft. Ik kan het doen terwijl ik bezig ben. Dus ik zie dat gewoon binnenkomen als het goed is. Dus doe dat vooral. Dan wordt het een interactief webinar. Dat is wel zo leuk. Oké. Ja. Iedereen die wel eens op een website is geweest waar analyses worden getoond, die heeft vast wel het onderscheid gezien tussen technische en fundamentele analyse. En dit webinar gaat dus vooral over technische analyse, technische indicatoren. Daarna kun je kijken, is een technische indicator, is die volgend of leidend? Ja, wat dat voorbeeld dat ik net even liet zien met die voortschrijdende gemiddelde, nou, dat is duidelijk een volgende indicator. Hij reageert vertraagd op actuele prijsvorming. Wat zijn zoal veel gebruikte indicatoren? Nou, en afhankelijk van jullie input de vorige keer ga ik er nu 3 behandelen. En je kunt ook aan het einde van de sessie zeggen welke je voor de volgende keer graag zou willen zien. En hoe doen we dat in Trader Workstation, hè, TWS? daar werk ik mee en vele anderen ook. Trader Workstation is het handelsplatform van Interactive Brokers. En in Nederland is die actief onder de naam Maxim of Lynx en nog een paar andere. Maar dat is allemaal Trader Workstation met allemaal dezelfde mogelijkheden. Ja, of je dat nog gebruikt via Maxim of via Lynx, je hebt gewoon dezelfde mogelijkheden. En daar zullen we zo meteen naar kijken. Nou, technische analyse. Technische analyse gaat uit van, kijk naar één ding eigenlijk, de koers. Of koers en volume kun je zeggen, maar hoofdzakelijk koers. Want ja, koers is wel waar het om gaat, hè? Prijs. Je koopt iets voor een prijs en je verkoopt iets voor een prijs. En dat verschil bepaalt je resultaat. Dus al het andere kun je zeggen is leuk om te weten, maar hier komt het uiteindelijk op neer. Technische analyse kijkt ook hoe beweegt de koers. En wat natuurlijk echt interessant wordt, kun je uit die beweging iets afleiden? Hè? Kun je afleiden wat het gaat doen in de toekomst? Nou, dat is natuurlijk de heilige graal waar iedereen naar zoekt en dat valt niet mee. Maar technische analyse kijkt puur naar die bewegingen en probeert op basis van die bewegingen in te schatten wat de koers in de toekomst gaat doen. En laat eigenlijk alles buiten beschouwing wat daar niks mee te maken heeft. Hè? Dus economische analyses of bedrijfsanalyses of het laatste nieuws op een voorpagina. Het maakt allemaal niet uit. De koers is alles. Nou goed, daar tegenover staat fundamentele analyse. En je kunt zeggen, eigenlijk begint die aan de andere kant. Je kijkt naar bijvoorbeeld een bedrijfsmatige basis van een bedrijf of de economische toestand van een land of een sector. En hoe is die sector eraan toe? Wat gebeurt daarmee in de toekomst? De koers. En je analyse komt er overeen. Ik zie Maria zegt, ik heb alleen een blauw scherm met wat info. Is dat goed? Ja, als het goed is zie je nu in beeld staan de titel technische of fundamentele analyse als titel. Er zijn nog een paar slides en zo meteen begin ik met Trader Workstation. Fundamentele analyse kijkt eigenlijk eerst naar de economische kant van het verhaal. Van een land, een bedrijf of een sector. En is de koers daarvan, de beurskoers, in overeenstemming met die analyse? Hè? Zou je kunnen zeggen dat als je analyse uitwijst dat er een bepaald bedrijf een hele zonnige toekomst heeft. Ja, vind je dan dat die zonnige toekomst al voldoende in de koers verwerkt zit? En zo nee, ja, dan zou dat een koopmoment kunnen zijn. Hè? Dus ja, heeft die analyse een voorspellende waarde voor de toekomstige koersontwikkeling? Kijk, en dan kom je toch weer op die koers uit, hè, die prijs. Alleen eigenlijk via een andere route. Hè? Je analyseert iets op economische basis en probeert dan in te schatten van, rechtvaardig de huidige koers die analyse. Hè? En dat is dan jouw eigen analyse. En is die goed of niet goed? Nou, dat is natuurlijk net zo moeilijk als de technische analyse. Wij beginnen eigenlijk aan de andere kant. Het is niet echt te zeggen welke van de twee nu beter is. Dat is eigenlijk niet objectief vast te stellen. Mijn voorkeur gaat ook naar technisch, omdat je daarmee gewoon heel veel informatie buiten beschouwing laat. En dat eigenlijk echt kunt toespitsen op waar het wat mij betreft om gaat, de prijs.
In mijn openingssheet van die grafiek zag je inderdaad van, nou, S&P 500 met een aantal moving averages, hè, de SMA, Simple Moving Average. En ook de Exponential Moving Average kom je veel tegen. Nou, die twee voortschrijdende gemiddelden zijn ook heel vaak een bouwsteen van een andere indicator. En daardoor zit er inherent al wat vertraging in hoe die indicator reageert op een koerswijziging. Ja, bewijziging van waar die op gebaseerd is. Daarnaast heb je ook leidende indicatoren die eigenlijk die vergelijken meer de actuele koers, de actuele stand met zijn historische gedrag of de actuele stand ten opzichte van de afstand tot een gemiddelde bijvoorbeeld. Of een andere afstand. Maar dan kijk je echt naar de actuele koers in vergelijking tot iets anders. Leidend wil dus niet zeggen voorspellend, maar leidend meer in de zin van dat je echt de actuele koers erbij beschouwt. Nou, wat zijn zoal technische indicatoren? Nou, de eenvoudigste die je wel tegenkomt zijn natuurlijk de steun- en weerstandslijnen. Je trekt een horizontale lijn over een top. En als je weer bij die lijn komt, als de prijs weer bij die lijn komt, dan zal de technische analist al zeggen, nou, hier kunnen we weerstand verwachten. Want de vorige keer werd op dat punt ook verkocht. Dus waardoor de koers weer zakte. En dan houdt een technische analist er rekening mee dat het nu weer kan gebeuren. De moving average is natuurlijk weer een soort leidraad. Sta je ver boven een moving average, dan kun je misschien een terugval na dat moving average verwachten. Anderzijds, als je erboven staat, kun je het ook als positief zien, als bullish zien. MACD heb ik ook eens een keer langer behandeld. Moving average, convergence, divergence. De afstand tussen twee voortschrijdende gemiddelden of exponentieel voortschrijdende gemiddelden. Commodity Channel Index, nou, dit zijn zo wat voorbeelden, RSI, Bollinger Bands. Dit zijn zo wat voorbeelden van indicatoren die je veel tegenkomt. En voor vandaag wou ik deze behandelen, Stochastics RSI en VWAP, VWAP, Volume Weighted Average Price. Deze heb ik voor jullie, deze hebben jullie zelf voorgedragen in de vorige sessie. Dus ik dacht, nou dan gaan we daar eens even naar kijken. Ik pak nu eventjes tweede workstation erbij. Nou, dit is nog die grafiek. Zal ik. Nou, weer nog niet nodig. Tweede workstation in paper trading omgeving. En dat zie je uit het tekst hier ook. We kijken even naar de AEX. Nieuw chart. Nu is oké. En ik zal deze nu even iets vergroten. AOE, hè? De AEX is dat. Een beetje inzoomen. Zo. Beginnen we even met Stochastics. Zal ik eens even een link in de chat plaatsen. Wikipedia heeft er een uitgebreide uitleg over. En Investopedia ook. Nou, er zijn vele varianten, dat zie je ook al, hè? De fast en slow stochastics. Er zijn meerdere varianten van studies. En als ik hier even filter op, toch, dan zie je al een rijtje staan. Eigenlijk zijn het allemaal varianten op hetzelfde. Volgens mij wil ik even deze doen. De, laten we zeggen, standaard stochastic oscillator. Hij heeft al een paar voorgezette periodes. 14, 3, 1. Laten we even zo staan. Dus ik klik even op oké. En dan zie je hem hieronder verschijnen.
En om nu eventjes, want waar gaat het in essentie om? Had ik even een stukje Wikipedia erbij. Als je dit onthoudt van de stochastics, dan weet je eigenlijk gelijk hoe die werkt. Hij kijkt naar de huidige prijs. Min de low van de afgelopen 5 dagen, inclusief de huidige dag waarop die prijs plaatsvindt. Gedeeld door de high van de afgelopen 5 dagen, min de low van de afgelopen 5 dagen. En dus eigenlijk is dit high min low, is eigenlijk de range van die afgelopen 5 dagen, van de low in die 5 en de high in die 5. En waar in die range bevindt de huidige prijs zich? Nou, als de prijs op 100% zit, dan zit hij dus inderdaad op de high van die range. En 0 zit hij aan de onderkant van die range. Dat is eigenlijk de essentie van de stochastics. Keer 100, dan wordt hij 100%. En daarna kun je die weer een beetje glad strijken, zeg ik altijd maar, met een moving average. Dus die procent D. En welke periode je daarvoor kiest, nou, dat kun je vrij kiezen. Maar dit is de essentie. Waar zit de huidige prijs in de range van de afgelopen N dagen? In dit voorbeeld 5. Maar dan heb je eigenlijk de essentie van de stochastics. En al die varianten erop, dat heeft allemaal te maken met, nou, hoe doe je daar nog een simple moving average overheen of een signaallijn? Want je ziet hier in dit is dan de stoch 1431. Ik kan die settings aanpassen door op dat tandwieltje. Dat is bijna niet te zien, maar daar zit een tandwieltje. En dan kun je de parameters nog een keer aanpassen. Oh ja, laat ik dat eens even doen. Nu hebben we 1431. Als ik die 1 ook eens even een 3 maak bijvoorbeeld. Haal ik me even uit beeld en dan klik ik nu op apply. Net zag je dat hij wat schokkerig bewoog. Nu wordt hij daarmee een beetje glad gestreken. Dus de bron is eigenlijk dat percentage in de range waar je zit. Hè. Dit is eigenlijk je brongegeven, je brondata, dat percentage. En die kun je dan met een periode 1 erin zetten. Nou, dan heb je hem gewoon zelf. Dan is dat gewoon de waarde zelf. Maar ook die kun je weer een beetje glad strijken door een SMA 3 te doen. En die, ja, het is jammer dat de kleuren dan steeds verspringen. Die procent K. Als ik hem op 1 zet. Nu zie je die procent K, dat paarsige lijntje, vrij schokkerig bewegen. Dat is dus gewoon dat percentage. Hier heeft die procent K. Dus toch gaat de bron, je brongegeven heeft die periode 1. Dus eigenlijk gewoon de waarde zelf. En die blauwe lijn, die procent D, is het voortschrijdende gemiddelde daarop. En wat is nu je signaal? Nou ja, als dan je procent K onder je procent D komt, dan kun je zeggen dat is bearish. Dan lijkt het alsof er een trendomkering plaatsvindt. En hier zit hij eronder. En hier, nou, net even erboven. En ook hier weer erboven zie. Dan komt hij erboven. En dan hoop je dat je zo naar boven kunt gaan en dan daar weer omkeert. He, dat je die omkeermomenten, zeg maar, onder, rond de 20 hebt en bij de 8, bij 80. Dus de redenering is dan van, nou, als hij van onder de 20 weer boven de 20 komt en daar een signaal geeft, he, dus dat hij passeert, dan zou dat een long signaal zijn en omgekeerd. Een bearish signaal als het van boven de 80 naar beneden gaat. Ja, klopt dat ook? Nou goed, dat is natuurlijk met elke indicator zo. Dat is lastig te zeggen of dat altijd klopt. Natuurlijk niet altijd, maar het geeft een houvast. Je kunt ook zonder die signaallijn werken. Dat maak ik hem gewoon even gelijk. En wat ik nu gedaan heb, beeld halen. Nu is het echt de 14 periode. En 1-1. Dus er is nu geen signaallijn meer. Hij valt gewoon samen met de stochastics. En nu kun je zeggen, is hij nog helderder als het ware. He, onder de 20 zit hij hier. Nou doe je even niks. En als hij dan erboven komt, dan zou dat een long signaal kunnen zijn.
Maar goed, daar kan er gelijk weer onder duiken. En als je van boven de 80 naar beneden gaat, dan is je signaal is in feite bij de 80 en de 20. En kijk je niet naar de signaallijn apart nog. Hè, die vertraagt de SME hieromheen. Dus dit is eigenlijk een hele eenvoudige, heldere weergave. En nu kom je dichtst bij in de buurt van die Wikipedia-formule van deze in feite. Waar zit de huidige koers in de range van de afgelopen 14 dagen? Je ziet ook hier dat hij een tijd lang erboven kan zitten. Hè? Nou, dan zou je eigenlijk niks moeten doen. Op dit moment, ik zet hem eventjes op. Crosshair, dat werkt ook handig. En dan zie je welke candle in de prijsgrafiek overeenkomt met het punt in de stochastics. En je ziet ook hier linksonder, zie je de waarde van de stochastics weergegeven worden. Hij beweegt natuurlijk omdat mijn muiscursor beweegt. En als je dus hier zit, kom je boven die 80, nou kun je zeggen, ik doe even niks. Deze candle, of is het die? Die candle zet de stochastics, nou, 83 en die op. Alweer een stuk lager. Dus het is dat zou een lastig instapmoment zijn voor een short positie. En als we nou eens hier kijken. Dat is de AX, heb je nog wel, als je zo'n cap hebt, dan maakt die natuurlijk ook meteen een enorme sprong in de stochastics. Hier zie je, nou, 79. Ja, dan opent hij al gelijk een stuk lager, dus dit zou geen echte kans zijn. Laten we eens eventjes door de historie gaan. Dit is een mooi moment misschien. Onder de 20, hè, 15. 18, al 56 hier. Dus als deze dag voorbij is, of aan het einde van die dag, hè, dan staat de candle er ook wel zo'n beetje. Nee, dan mocht je nog niet instappen, dat is nog 20. Ja, dan gaat hij meteen een stuk hoger, maar goed. Dan zou dit een long signaal zijn. En dan zou je een heel stuk kunnen blijven zitten, maar tot waar? Dit zou bijna een moment zijn. 90 is hij nog. Ja. Dus dan zou je hier long gaan. En hier je longpositie sluiten. Daar. Nou, dat zou een mooi stukje zijn. Je kunt natuurlijk. Dit is een kleine daling. En daar gaat hij gewoon weer vrolijk verder. Maar als je dan daar strikt mee handelt. Dan zeg je, nou, dan sluit ik hier mijn longpositie weer. Of je nou ook gelijk short gaat. Nou, dat kun je ook laten afhangen van de, zeg maar, overall marktconditie. Hè? Zit er nog in de langere termijn een stijgende trend, ja of nee? Hè? Dat je zegt, nou, ik wil in die fase, wanneer bijvoorbeeld de Simple Moving Average 200-daags stijgend is, wil ik gewoon niet short gaan, bijvoorbeeld. Dat kan gewoon een handelsregel zijn voor jezelf. Dus dan sluit je de longpositie hier en wacht je tot je weer een nieuw long signaal krijgt. Maar ja, het vervelende is, hij zakt tot, hè, bij dit punt is de stochastics is 46. En daarna stijgt hij weer een stuk verder. Hè? Dit zou dus geen nieuw koopsignaal zijn, want ja, daarvoor wil je wachten tot hij van onder de 20 tot weer boven de 20 komt. Dus ja, dan ben je in feite hier uit je positie geschud en blijf je zitten of en wachten, hè, want dan gaat hij weer boven de 80. En tot dit moment. En je ziet ook dat hij langere tijd, want mensen zeggen als ja, hè, een indicator die in de oversold positie staat of overboord in dit geval, hè, hij staat steeds aan de bovenkant. Dat is op zich nog geen reden om te denken dat de stijging voorbij is. Dat kan gewoon nog een tijd doorgaan. Dat gaat hier ook meerdere handelsdagen door. Dus ja, zo'n moment als dit is dan vervelend. Dat je net even, ja, als je consequent volgens die indicator handelt, ja, dan sluit je positie en dan mis je nog een heel stuk. En dit is ook een mooi moment. Stochastics 11, dat is wel behoorlijk laag. Nog lager, 30. Dus deze candle, deze dag, 5 oktober, hè, die zet de stochastics weer in de koopstand, zeg maar, van onder de 20 naar boven. En dan zou je, ja, het einde van deze dag of het begin van de volgende dag ga je long. Nou, dat zou dan heel mooi uitpakken. Je volgt de stochastics, gaat omhoog, de koers ook.
En je blijft zitten tot hier. Hè? Daar gaat het weer van boven de 80 naar onder de 80. En dat je dan dit stukje mist, nou goed, ja, dat is ook jammer, maar daar zie je ook alweer, daar gaat hij nog eens keer onder de 80 en dat leidt wel tot een stevige daling, of ja, grotere daling. Ja, dus het sluiten van je longpositie, dat is dan stap 1. En of je dan ook een shortpositie inneemt, nou, dat hangt van andere omstandigheden af. Maar zo kun je een long-only strategie blijven volgen, telkens wanneer je een koopsignaal krijgt. Ja, Robert zegt nog eventjes een link naar het event. Oké. Okay. Nou, je zag al, hè, net even naar de... Ja, klopt. Een helder verhaal, Roel. Je kunt... helder verhaal, Roel. Echt top. Veel succes. Zo, dank je. Ja, succes nog iedereen en veel plezier. Jo, dank je. Dag. Hoi, hoi. Je kunt nog die periode kun je aanpassen, maar eigenlijk is dat gewoon meer van hetzelfde. Het toepassen van een moving average op een bron maakt die bron gladder. Hè? Dat je minder valse signalen krijgt, maar dat er ook enige vertraging in zit. Dus dat we hadden net hebben dit staan. En dan zie je hier dus dat er een moving average wordt gelegd over de bron van de stochastic zelf. Hè, je ziet ook dat die wat gladder beweegt. Hè? Die stochastic zelf die is wat hoekeriger. En zo'n SMA eroverheen, die maakt hem wat gladder. En dan kun je zeggen, als ik boven zo'n moving average sta, of eronder, dat is dan mijn signaalmoment. Net zoals je dat ook in de grafiek hebt met een moving average. Sta je boven de moving average, dan kun je zeggen, dat beschouw ik als bullish. En als ik eronder sta, als bearish. Maar de essentie wat je moet onthouden van stochastics is inderdaad, van waar is de huidige prijs in de range van de afgelopen x dagen. Dat is de essentie van stochastics eigenlijk. Errol, ik moet je even een host maken, dus ik blijf even wachten of dat goed gaat. Ja, nu ben jij host, dus dan kan ik naar de airport. Dus dankjewel, veel succes, dankjewel voor het geduld. Yep. Heel goede vlucht. ik denk tot zover de stochastics. Als er nu vragen over zijn, dan kan ik die hopelijk nog beantwoorden. Zijn er mensen die stochastics gebruiken eigenlijk in hun trading? Welke variant dan ook en welke setting dan ook. Niemand? Claire, ja, ik geloof dat Claire, jij ook degene was die dit had voorgesteld, dacht ik, als te behandelen indicator. En welke setting gebruik je erbij? En VWAP, ja. Ja, je kunt die setting kun je natuurlijk eindeloos in de weer schuiven. Doordat je denkt, god, dit is een mooi. En dan kies je een andere periode en dan zie je weer, ja, dat past toch niet zo goed. Dus dat is altijd lastig. Nee, vaak zijn de default parameters wel bruikbaar. Hè, uiteraard, want de bedenkers van zo'n indicator hebben daar wat over nagedacht. Wat ik zei, dit is allemaal double smooth. Dus dat je weer misschien wel twee moving average over elkaar legt. Hè? De moving average van een moving average, dat soort dingen zie je ook wel. Allemaal om het signaal gladder te maken, omdat je dus minder valse signalen krijgt. Maar tegelijkertijd misschien dat je wat trager reageert. Dat de indicator wat trager reageert op omstandigheden. Oké, klik ik die even weg. Gaan we nu kijken naar de... RSI, 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 hoe je hem ook noemt. Relative Strength Index. Ja, die was weg, toch? Je hebt ook Relative Strength en dat is, moet je niet hiermee verwarren, maar dat is eigenlijk de relatieve sterkte van een aandeel ten opzichte van bijvoorbeeld zijn eigen sector. He, dus KPN in de telecomsector bijvoorbeeld. Dat is dit niet. Want als je zegt, ik wil KPN vergelijken met zijn sector, dan moet je dus eigenlijk twee koersdata of heel veel andere aandelen hebben in dezelfde sector om het met elkaar te vergelijken. Dit is echt, de RSI wordt echt berekend op basis van één koersbron, één koersdata.
Nou, hij stelt voor periode 9. Nou, laten we hem gewoon aanhouden. Het is ook weer een oscillator die dus in een eigen grafiek komt te staan. En niet in de koersgrafiek, maar eronder. En daar heb ik ook even een linkje van. Wie daar meer over wil lezen. Wikipedia. En dat is een prachtige bron. En ook even hier weer. Als je de essentie onthoudt, dan... als je even vraagt, waar leg je de stop bij de stochastics? Ja, nou, je kunt zeggen, als je dan... Stel, je gaat long op een koopsignaal en je blijft long zitten. Doordat de stochastics van boven de 80 onder de 80 breekt. Dat je dan zegt, nou, dat is mijn stop-loss signaal om mijn long-positie te sluiten. Ja, goed, als hij daar doorheen breekt naar beneden met, laten we zeggen, 10%, dat kan al te veel zijn. Hè? Dus daarnaast kun je ook gewoon altijd nog een harde stop-loss puur op prijs doen. Daar ben ik zelf wel een voorstander van. Ja, als er toch iets schokkends gebeurt, dan kun je in één dag heel veel procenten zakken. Maar als dat nog binnen je marge valt, dan kun je zeggen, nou, ik sluit hem handmatig zodra die stochastics, zeg maar, dat omkeerpunt bereikt. Hè, dat je van boven de 80 onder de 80 komt, dan sluit je longpositie. En als je van onder de 20 naar boven de 20 gaat, dan open ik een longpositie. En bij short is het hele verhaal andersom. Maar goed, als je even denkt aan een long-only trading stijl, dan zou je dat kunnen aanhouden. Dus je stop los is daar waar de stochastics eigenlijk een verkoopsignaal geeft. Goed, dan de RSI. Wat de RSI eigenlijk doet is, je geeft... in de basis draait het om de verhouding tussen de opgaande dagen, hè, dus de dagen met een hoger slot, en hoeveel hoger die zijn, ten opzichte van de dagen met een lager slot, en hoeveel lager die zijn. Dat is eigenlijk de RSI in de essentie. Dus de stijgingsdagen en de grootte van die stijgingsdagen in verhouding tot de dalingsdagen en de grootte van die dalingsdagen. En dan wordt daar wat gegoogeld natuurlijk weer met een moving average en een exponential moving average, maar dat is eigenlijk wat je steeds met elkaar vergelijkt. En daar houden ze als overbought, oversold 70-30 aan. Hè? Dus bij de 70 beschouwen men als overbought. En 30 oversold. Dus als je van onder de 30 naar boven de 30 gaat, kun je kopen. Dat zou een koopsignaal kunnen zijn. En als je van boven de 70 naar beneden gaat door de 70, dan zou dat een verkoopsignaal zijn. Een beetje vergelijk met stochastics, alleen een iets ander niveau. Want ja, je ziet ook hier. Hier linksonder staat steeds de actuele waarde van de RSI waar ik met mijn muis ben. Nou, hier is je 75. Dat is al behoorlijk hoog, hè, als je deze periode overziet. Hier 21, dat is laag. Dus deze lijkt een iets minder extreme waarde te maken dan de stochastics. Vandaar ook waarschijnlijk dat die niveaus wat dichter bij elkaar zitten, 30, 70. Nou, laten we eens het punt opzoeken. Laten we hier maar eens beginnen. Hier staat hij nog boven 70. 67. Nou, dan zou dat bijvoorbeeld een verkoopsignaal zijn. Dat je dus je longpositie sluit als je die op dat moment had. En eventueel een short positie opent. Als dat past binnen je handelstijl. En dat pakt in dit geval ook goed uit. Zien we natuurlijk nu achteraf terugkijken. En dan zou je dus op die dag short gaan. En dan hou je die aan tot die van onder de 30. Ja, hier. Hou je hem tot hier aan. Dus deze dag. Maar deze dag zetten we weer boven de 30. 24. Ja, dus dan zit je van daar tot daar zit je short. Hier ga je niet nog een keer short, want hier blijft hij. Nou, wacht. Nee, ga je niet nog een keer short. Je gaat hier weliswaar onder de 30, hier, 29. En dan komt hij, want daar gaat hij boven de 30. Dus dan ga je hier alweer long. Dus 50, 50. Nou, als je dus geen
geen harde stop los hebt. Kijk, je komt hier niet boven de 70, of wel, nee, 56. Dan zou je dus steeds in je long positie blijven zitten. Hè? De RSI zelf geeft geen verkoopsignaal. Hij gaat hier niet van boven de 70 naar onder de 70. Hè? Dus dan zou dat zou verpleiten, hè? Om even op die laatste vraag terug te komen. Van waar leg je de stop los? Nou ja, die kun je laten afhangen van of je indicator weer een koop- of verkoopsignaal geeft. Maar het zou ook zeker verpleiten als je dit scenario ziet om gewoon een harde prijsstop los. Dus gewoon een prijsniveau te nemen dat je zegt daar neem ik mijn verlies. Want anders moet je eigenlijk, als je alleen de RSI zou volgen, ja, je krijgt hier geen echt verkoopsignaal. En ook al ben je dit stukje gezakt, je krijgt hier niet opnieuw een koopsignaal. Hij blijft boven de 30 en gaat weer omhoog. Dus ja, als je dan je stoploss heel ruim hebt staan, dan zou je inderdaad van hier naar daar long zitten. En nog steeds. Dus dit zou een lastige tijd zijn als je puur op RSI handelt. Hij komt net niet steeds in de extreme waarde waarvan je zegt, nou nu kan ik de positie sluiten. Dus ja, dat pleit er wel voor om ook gewoon een harde op prijs gebaseerde stop los te hebben. Dat je zegt, nou dat is mijn maximale verlies dat ik wil toestaan en niet meer. Wat de indicator ook voor waarde aangeeft, dan wacht je gewoon op een volgende gelegenheid. Want ook hier krijg je niet echt een verkoopsignaal. Hij komt niet eens boven de 70. 62, nou dan zakt hij alweer. De prijs zakt ook. Hier onder de 30, nu kunnen we een koopsignaal krijgen. Ja, dat zou dus hier zijn. Maar dan, dat zou na deze dag zijn. Nou, toevallig opent de dag na, opent lager. Dus dat zou gunstig zijn als instapmoment. Maar ook hier, ja, de koers schommelt wat heen en weer. De indicator zelf, de RSI geeft zelf geen verkoopsignaal meer. Een beetje tussen de 30 en de 60. Dus ook hier, als je dan wacht tot de indicator een verkoopsignaal geeft, ja, dan is de koers alweer een behoorlijk stuk gezakt. Dus dat moet je niet als enige hanteren. Nou, wat voor energiewaarde hebben we hier? 20. Eén dag verder staat hij op 40. Dus deze dag zet de indicator op kopen. Maar dan koop je hem dus hier op dit niveau. Je moet ook altijd echt eerlijk kijken van op welke dag krijg ik koopsignaal en voor welke prijs kan ik dan meedoen. Dan ga je hier dus long. Nadat deze dag voorbij is. Ja, dan zak je nog eventjes een stukje terug. Voordat echt de beoogde stijging komt. Ja, ga je dat uitzitten. Dat hangt ervan af wat voor waar je in handelt. Hoe riskant dat is, hoeveel verlies je daarmee leidt. Kan je stoploss dit verdragen voordat je deze stijging echt zo pakt. Het mooie aan een RSI verder vind ik wel, en dan moeten we even een moment zoeken waarop dat goed te zien is. Nou ja, stel dat je ergens hier al long gegaan bent. Ja, dit zou een verkoopsignaal zijn. Hè? Je komt de RSI boven de 70 en komt hij er weer onder. En je krijgt niet een koopsignaal. Even kijken, krijg je weer een koopsignaal. En dan zou je dus hier uit je positie geschud zijn. Maar een RSI vindt het op zich prima als je zo'n trend hebt. En dat is eigenlijk, daar is de RSI is daar beter in dan de MACD, die we de vorige keer bekeken. Want de MACD wil eigenlijk dat die blijft bullish zolang de prijs eigenlijk versnelt in een bepaalde richting. En als het een beetje zo'n mooie opgaande trend is, de RSI vindt dat prima. En die blijft ook boven het midden, hè, boven de 50. Dus daar kun je ook wel zien natuurlijk. Hè. We gaan omhoog, de stijgingsdagen, daar zijn er meer van dan de dalingsdagen. En ook iets groter over het algemeen. En de MACD zou in deze fase vaker, denk ik, een vals verkoopsignaal geven. We kunnen hem even voor de grap bijzetten. Want die wil eigenlijk een snellere stijging zien. En dat kan natuurlijk, dat kan je houding zijn. Hè? Je kunt zeggen, nou, ik wil in een aandeel zitten alleen maar zolang het stijgt. En zolang het ook sneller gaat stijgen. En dan is hier versprongen. De MACD, zolang die boven de nul, die balkjes boven de nul zitten, is het kopen. Of long en eronder verkopen. Nou, je ziet dat hij hier een paar keer op en neer schiet. Je zou dus steeds
andere kant op willen traden. En dan ja, ga je steeds de mist in. Terwijl je RSI blijft steeds mooi boven 50. Nou, 41, ja. Maar goed, van de RSI krijg je dan nog geen verkoopsignaal. En bij je MACD wel. Omdat het eigenlijk niet snel genoeg stijgt, volgens de MACD, kun je zeggen. Dus als je die twee combineert, hè, dan kun je wel extremen met beide goed detecteren. Extreme, ja, omkeringen. Dus de pieken en dalen. En een rustige stijgende trend. Nou, dat vindt de RSI prima. En dan hou je die, kun je die in die fase meer gebruiken. Zijn er mensen die de RSI gebruiken in hun trading? En met welke setting en wat zijn je ervaringen daarmee? Haal ik deze even weg, die was... ja, die. Ruud zegt, hij gebruikt geen RSI, nee. De meeste mensen gebruiken de RSI toch als er divergentie is. Ja, dan bedoel je misschien, ja, dat zou kunnen. Hè, dus dat je in de prijs, in de koersgrafiek een hogere, een higher high ziet, maar dat niet ziet. Nou, toevallig zie je hem hier misschien. Hè, als je dit zo doet, dan zie je dus dat de koers in dit gebied stijgt. Maar de RSI blijft vlak. Of nou ja, het is een beetje hoe je hem trekt, maar doet daar niet aan mee. Hè, dat zou je dan... En nog sterker is het als dus de RSI een lagere van omgaan. Nee. Deze lijn stijgt, dat je in de RSI een dalende lijn zou ik zeggen, een lagere top, een lower high kunt zien. Dat is echt ja, extreme divergentie tussen de prijs en de indicator. En dat wordt dan gezien als nou ja, een voorbode van een omkering. Zie je natuurlijk zo gauw geen mooi voorbeeld ermee. Dat treedt misschien minder vaak op. Dus ik zou inderdaad in eerste instantie uitgaan van die extremen. En dat je, als je een extreme waarde voor je RSI, dat dat een moment is om te kopen of te verkopen. En als dat moment nog een keer optreedt, dat je dan moet kijken, nou ga ik de positie nou sluiten. Uiteindelijk zul je een paar indicatoren samen gebruiken. Hè? Wat ik net zei, de MACD en de RSI bijvoorbeeld samen. Dat een, ja, in een zijwaarts, of nee, in een langzaam stijgende markt zal een MACD vaker een vast signaal geven, een RSI niet. Maar in een grote toppen en dalen geeft de MACD waarschijnlijk eerder een signaal. Ga ik die even weg. Nu nog even de VWAP, Volume Weighted Average Price. Helaas wordt die in Trader Workstation ja, niet zo mooi ondersteund. Dat is een beetje gek. Dan ga ik eventjes, want dit is een index, hè, de EW-index. Die heeft natuurlijk geen handelsvolume. Ja, de VWAP draait om volume. Dus ik kies eventjes een optie. Of nee, een future, maar dat maakt niet uit wat het is. Maar gewoon dat er handelsvolume is. En zo. Dat zie je ook hier aan. Nou, de future werd hier pas echt... dus de future van juni, S&P 500 future van juni. Daar begon het mee. Begin maart werd er pas echt in gehandeld. Hè. Dat zie je in het volume natuurlijk hier. Wat heeft Trader Workstation wel? Nou, doe ik even een beetje zo, een beetje inzoomen. En hij heeft niet echt een indicator daarvoor. Dat vind ik wel jammer. Ja, volume weighted average price. Intraday. Nee, dat is het niet. Nee, dus hij staat hier niet echt bij. Hij staat wel, als ik deze cancel, hij staat wel bij de chart parameters. Maar dan krijg je weer eigenlijk ook iets wat je niet wilt hebben. En dit is wel een ja,
kritiekpunt ook van anderen, zag ik. Hier heb je VWAP off the bar. Ja, dan heb je een per candle, per bar. Dat is ook niet echt ideaal. Nee, nu zie je hem van bar naar bar springen. En daar waar die ja, koppelt als het ware aan zo'n bar, dat was dan op dat punt, dat was het volume weighted average price. Even daarvan een linkje. De prijs is niet een gemiddelde van de prijs van die dag, maar een voor volume gecorrigeerd. Voor volume gecorrigeerde prijs. Dus wat jij bij elkaar optelt, zijn alle trades voor op een bepaalde prijs keer het volume van die prijs. Dat tel je allemaal bij elkaar op en dat deel je door de totale hoeveelheid verhandeld volume. En dan wil je dan eigenlijk als een soort ja, voortschrijdend gemiddelde, lijkt het dan wel een beetje. Ik heb een eigen grafiek even gezocht. Dit zit in mijn eigen software, maar die rode lijn hier, dat is eigenlijk de VWAP zoals die zich gedurende de dag ontwikkelt. En dit is dan voor mij de 2 of 3 minuten grafiek. De candles kun je bijna niet zien, zo smal zijn ze. Maar waar het op gaat is inderdaad dat die rode lijn, dat is het volume, ja, de VWAP volume weighted average price. En je ziet ook dat wanneer er meer handelsvolume binnenkomt, dat blauwe hier en hier dus nog veel meer, dat die ook echt dat in beweging kunnen zetten, die mee naar beneden trekt. De koers zakt hier met veel volume, dus die VWAP die zakt ook behoorlijk mee. En zo wil je hem eigenlijk bij voorkeur zien. En sommige mensen redeneren van, nou, als je onder die VWAP zit, is dat negatief. Zit je erboven, is het positief. Ja, en als die VWAP zijwaarts gaat, ja, dan kun je steeds net verkeerd zitten. Hè? Zoals hier zo'n stijging erboven en dan weer snel eronder. En dit is duidelijk wat anders dan wat Trader Workstation zelf aanbiedt. Die berekent eigenlijk per candle, de VWAP per candle is het steeds. En zo zie je bijvoorbeeld hier, deze candle heeft als slotkoers dit niveau, 43,87, maar de VWAP zit duidelijk hoger. Zit daar. Dus voor deze candle is dat het voor volume gecorrigeerde prijs. Ja, dat vind ik ook jammer, Claire. Het is ook gek eigenlijk, want dit zou toch heel eenvoudig te maken moeten zijn. En gezien de overdata aan andere indicatoren in de Trader Workstation zou ik zeggen, ja, hoe moeilijk is het om deze ook toe te voegen, maar ze hebben dus allemaal wel dingen die erop lijken. Je hebt ze op volume. Ja, je hebt wel die. Volume weighted moving average. Maar als we die even proberen. Ja, die is ook een PDO. Dat is ook eigenlijk heel gek. Die doet hij in het volume. In het volume grafiek. Dus dit is gewoon een SMA bovenop ja, je volume. Dat is niet wat we bedoelen. En in die grafiek die ik net liet zien, hè, zoals je hem eigenlijk zou willen gebruiken. Zo. Hè, dat zo'n VWAP zich gedurende de dag ontwikkelt. Ja, dat wil je eigenlijk hebben. En wat is nu de redenering bij zo'n VWAP? Nou ja, daar zit dus veel volume. Grote handelaren kijken daar wel naar. De partijen die grote volumes inkopen willen dan wachten eigenlijk tot de prijs naar die VWAP toekomt. In de hoop dat ze dan daar een goede prijs krijgen met weinig slippage. Dus de afstand tussen weinig spread. En maar ook dat ze zelf niet te veel de markt verstoren. Dat daar het grote handelsvolume plaatsvindt. Dat daar de grootste belangen liggen. Maar of dat echt zo is. Ja, nou, of je daar wat aan hebt in die zin, betwijfel ik. Je zou als leidraad kunnen hebben bijvoorbeeld van dat je met de richting van de VWAP meehandelt. Dus nou, ik denk dat hij hier licht daalt. Ja, hij daalt hier licht. Dat je hier niet long gaat, bijvoorbeeld. Alleen maar short. En als hij hier weer begint te draaien, dan ja, zit de prijs al helemaal hier. Maar goed, dan kun je wachten tot de prijs weer dichterbij komt. Dat je, nou, dan zou dit een goede long entry zijn. De VWAP is stijgend. Je zit er nog boven. Goed, hij komt hier even eronder. Dat zou dan een moment kunnen zijn, ik wil long gaan. Maar goed, je ziet dat hij dan
evengoed wel weer een stuk eronder kan komen. En dat hij ook weer vier web naar beneden kan laten buigen. Nou ja. Ik kan niet goed zeggen wat je ermee aan moet. Die lijn geeft in feite wel weer waar de grootste belangen liggen van alle marktdeelnemers van die dag. De grote scheidslijn tussen nou ja, mensen die op winst en verlies staan. Dat daar ja, de grootste actie zal plaatsvinden zodra je daar in de buurt komt. Maar dat is moeilijk om daar iets nuttigs van te zeggen, denk ik. En deze heb je denk ik minder aan. Ja. Vier per candle. Nou, dat. Zou ik niet echt nuttig vinden om te gebruiken. En die zit dus bij chart parameters. Mocht je dat toch een keer willen bekijken. VWAP off the bar. Oké. Dan komen we richting het einde. Voor deze sessie. Maar ik zeg altijd van ja, welke indicator je ook gebruikt. Hoe geavanceerd. In trading draait het toch vooral om de juiste mentaliteit. En met de verkeerde mentaliteit kun je de prachtigste indicator volledig de nek omdraaien. Discipline natuurlijk, hè, bekend item altijd in dit rijtje. Dat je je stop los hebt en dat je hem ook echt, dat je daaraan houdt. We zagen eerder van, nou ja, wanneer sluit je dan de positie? Doe je dat als de indicator een verkoopsignaal geeft of heb je ook een harde prijs? Nou ja, je verlies kan behoorlijk oplopen, terwijl je indicator nog geen verkoopsignaal geeft. Nou ja, afhankelijk van waar je dan in handelt, als het een future is of een geschreven optie. Ja, dan kan je verlies enorm oplopen. Dan wil je dat misschien niet uitzitten. Als je gewoon aandelen hebt, kun je zeggen, nou, dan accepteer ik dat. Dan vind ik dat risico aanvaardbaar. Maar uiteindelijk komt ergens een niveau, een prijsniveau, van je zegt, nu moet ik verkopen, nu moet ik mijn verlies nemen. Ook al geeft mijn indicator nog geen verkoopsignaal. En het risico van als je afgaat op indicatoren, zeker meerdere indicatoren, dat je altijd voor jezelf nog een rechtvaardiging vindt om de positie te laten lopen. Met andere woorden, dat het verlies nog verder oploopt. Een harde prijsstoploss is gewoon heel helder. Als de prijs daar komt, dan sluit ik de positie met verlies. En wacht ik weer op een nieuw moment. Die momenten komen er altijd weer. Hè? Dat moet je ook altijd jezelf voorhouden. Het nemen van verlies is niet het einde van de zaak. Ja, alleen maar van die trade en daarna kijk je weer naar nieuwe kansen. Het belang van marktpsychologie inzien. Hè, dat, en eigenlijk ook die laatste van ja, het gaat om inschatten van het gedrag van anderen. Niet om de werkelijkheid. Hè. Soms hebben we een hele sterke overtuiging dat iets zus of zo is. Maar als de koers toch iets anders doet. Met andere woorden, als andere partijen in de markt iets anders doen. Dan moet je die mening heel snel los kunnen laten. En dat is eigenlijk in trading steeds. Je moet daar continu toegeven dat je fout zit. En hoe sneller je dat doet en hoe harder je dat doet, hè, strikter, hoe vaak je nog een nieuwe kans krijgt om het alsnog goed te maken. En daar draait het om dat een verlies niet zo groot is dat je niet meer mee kunt doen. Nee, de verliezen zullen er zijn. Maar als je die op tijd afkapt, dan zijn die verliezen klein. En krijg je een nieuwe kans op een volgend moment waarop je misschien dat verlies en meer kunt goedmaken. En dan krijg je dat bekende van, nou, kleine verliezen, grote winsten. Maar die verliezen zullen er telkens zijn. Oké, aan het einde al eventjes schrijf je in op de nieuwsbrief van tradersvergelijker.nl. Velen kennen dat waarschijnlijk ook al wel. Daar worden meerdere modelportefeuilles getoond met hun resultaat en hun eigen handelswijze. Opties, crypto, futures. Dat kun je er allemaal volgen. En alle traders geven ook maar enige regelmatig een webinar over hun performance. Dus je vraag, kun je de link van de stochastics nog eens geven? Zeker, even zien. Daar waren er meerdere van. Ik heb er eentje van Wikipedia. Dat is deze. Investopedia, dat is ook een goede bron voor dit soort dingen.
Ik ga er nog wat verder op in. Ook op de fast en slow stochastics. Wat allemaal weer te maken heeft met die extra moving averages die je er overheen kunt leggen. Maar als je de essentie onthoudt van die indicatoren, hè, dus de stochastics, daar, waar zit de huidige koers in de meest recente range? Zit hij aan de bovenkant van de recente range of aan de onderkant? En de RSI eigenlijk is de essentie. Hoe verhouden zich het aantal opgaande dagen tot het aantal neergaande dagen? En ook de grootte van die dagen. Zijn opgaande dagen groter dan de neergaande dagen? In afstand, in percentage. Die verhouding tussen de aantallen en de grootte, dat is eigenlijk de basis van de RSI. En dat daar weer een moving average of een exponential moving average omheen zit. Nou, dat maakt het allemaal wat strijkt het wat glad. Maar dat is de basis van hoe een RSI werkt, hoe de RSI werkt. Nou, het is nog ruim voor 1 uur. Als er nu nog vragen zijn, of natuurlijk, altijd leuk, een suggestie voor een volgend webinar, hè, welke indicatoren je dan graag zou willen zien, dan schrijf ik die vast op. Je kunt ook altijd nog later mij mailen of wat dan ook, contact opnemen. Dat je iets te binnen schiet met een vraag of een voorstel of een suggestie, dan neem ik die de volgende keer mee. En dan kunnen we daar de volgende keer op ingaan. De CCI, de Commodity Channel Index. Ik kan hem ook even ergens staan in de sheet. Ik zal hem erop schrijven. Dat is ook een indicator die, zo even uit mijn hoofd hoor, dat is ook een indicator die kijkt van waar is de huidige prijs ten opzichte van zijn standaarddeviatie van de meest recente prijzen. Dus dat heb je ook in een periode natuurlijk, bijvoorbeeld de laatste 20 handelsdagen, dat je daar standaarddeviatie van bepaalt ten opzichte van zijn gemiddelde. En waar zit de huidige prijs ten opzichte van die standaarddeviatie? Maar dat doe ik even uit het hoofd zo, maar volgens mij draait die daar vooral om. Het lijkt een beetje op stochastic eigenlijk, zou ik kunnen zeggen. Ja, een beetje. Maar ook eentje die de actuele koers vergelijkt met zijn historische gedrag. Maar ik schrijf hem op voor de volgende keer in elk geval. De Dynamic RSI. Nico Bakker gebruikt die. Ik kan eens kijken. Blijkbaar zijn er ook van de RSI meerdere varianten. Dynamic. Toch weet ik niet of die nuances, of dat nou het verschil zo maakt. Je zou eigenlijk een paar indicatoren moeten gebruiken, zeker niet te veel, maar die elkaar aanvullen. Hè? Dus wat ik net liet zien met die MACD, ja, die gaat een beetje de mist in als de trend gewoon rustig aan omhoog is. Dan gaat de MACD een beetje de mist in. Maar de RSI houd je dan wel in de trade bijvoorbeeld. Hè? Dat je dat soort indicatoren gezamenlijk gebruikt. Nou, als er verder geen vragen zijn of suggesties, dan kan ik deze in elk geval de volgende keer dus even meenemen. En anders mogen jullie altijd nog dus later mailen of anderszins contact opnemen. Claire, bedankt. En iedereen bedankt voor deze sessie, dat jullie weer bij waren. Ik geloof aanstaande donderdag, ik kijk even de agenda, is er weer een sessie die ik doe met Menko over geavanceerde orderinleg. Even kijken, is dat donderdag? Ja, aanstaande donderdag weer. Dan leggen we een order in. En daar koppelen we dan child orders aan. Dus allerlei orders kunnen daar gekoppeld worden, waarmee je dan zo'n positie kunt bewaken en sluiten. Een stop loss, een trailing stop loss, een profit target. En ook dat je zegt, ik wil de positie sluiten aan het einde van de dag of aan het einde van de week. Dat je je handeling, je trading helemaal mechaniseert, zeg maar. Dus dat is donderdag. En voor nu, bedankt voor allen, voor jullie tijd en aandacht. En graag tot de volgende keer. Tot kijk.